Goeiedag mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben vandaag vrolijk, want het is mooi weer. Goedemorgen Nederland! We gaan genieten vandaag. We gaan te beginnen voorbereidingen treffen voor de challenges die Bart zo meteen gaat uitvoeren. Bart wou dus veel followers krijgen op zijn Insta. Ik had de oproep gedaan dat jullie hem zouden moeten volgen. En bij elke 100 volgers moest hij een challenge uitvoeren. 300 heeft hij erbij gekregen. Volgens mij bijna 400, maar ik zei, we houden het op 3 challenges. De spullen halen die nodig zijn voor de challenge. En dan gaan jullie zo meteen zien wat hij allemaal moet gaan doen. Let eerst niet op de rommel, maar dit is het spul wat we nodig hebben. Een bosje rode rozen voor onze Mickey Blue Eyes. Hij is de Casanova. Dus kijken of die op camera ook zo smooth is bij de dames. Voor de rest ga ik nog niks verklappen. Mooie schoenen voor hem gehaald. Rode lippenstift. En een bal. We gaan hem nu ophalen. En dan gaan we de challenges uitvoeren. Geef me een show. Welkom Mickey Blue Eyes. Komt u binnen, komt u binnen. Kijk mensen, Bartolomeu. Gelijk die jongen. Ik ben boos geworden, man. Je bent er weer, hè? Ik krijg body lotion. Niks eten toch? Nou, je hoeft niks te eten. Dat scheelt, ja man. Hè? Ben ik klaar voor? Ja man. Hey, we rijden naar bestemming. Station Lelystad. Ah, man, kwijt dan. Vandaag is rood. Je mag even in de kofferbak kijken. Even koeken loeren. Dan kan je zien wat er moet gebeuren. Kijk hier. Wat is je eerste indruk? Huh? Vertel wat je moet doen. Huh? Popo, scherp hoor. Popo houdt je in de gaten. Huh? Ja. Dus eerste challenge. Ja, man. Je weet niet. Je pakt die. Microfoon heeft hij op zijn borst. Die microfoon van mij was kapot, dus moet je improviseren, brada. Huh? Geef me een scheuze! Je geeft me echt handen, man. Je wil de volgers krijgen, hier krijgen ze. Hey, challenge nummer 1. Jullie zien het goed. Mooie oudje. Strakke oudje, want hij houdt van strak. De eerste opdracht is behendigheid. 10 keer hoog houden en dan geef je een willekeurig persoon. Geef je een panna. En dat 3 maal. Hey, ik hoor het niet bij jou, man. Aan het einde van de tunnel schijnt er altijd licht, brada. Alles komt goed. Succes. Nee, boys. 7, 8, 9. Nog 1 keer. 10. Hey, nu mag je panna geven. Nu mag je panna geven. Zoek iemand. Kies zorgvuldig. Hey, kill. Je laat die man zomaar vatdong. Hey boy. Je laat hem struikelen, kerel. Jij bent paya. Je zegt ineens sorry. Je zegt ineens sorry. Je hebt geluk. Nee, kill. Je moet eerst hoger worden, kill. Hey boy, I'm a cold one. Zo afstand? Hé, spiertje bakken gewoon voor de kijkers nog. Niet laten struikelen, kill. Anders ben je fire, man. Je wordt gejoekt. Je bent een prutser, man. Je bent een prutser. Je hebt geluk, joh. Je hebt geluk, je bent klaar. Hey boy, Walk of Fame. Allemaal glinsteringen op de vloer. Hey, wat wil je nog meer? Sommige mannen kijken scherp naar je, hoor. Ze denken Amber Rose van achter. Maar van voren denken ze, nou. Hey, ik heb de warm aangetrokken, man. Helemaal zwart, zomaar. Dit is mijn straf. Challenge nummer 2. Komt aan op tactiek eigenlijk. Want ik ga je deze bosje bloemen geven. En natuurlijk deze lippenstift. Kijk of onze Casanova echt zo Casanova is. Mickey Blue Eyes. De bedoeling is ten eerste dat jij rode lippenstift opzet. Dan loop je naar 5 willekeurige personen toe en vraag om een knuffel in ruil voor rode rozen. Kijk gewoon precies wanneer je een selfie maakt en dan kan je het aanbrengen. Ah, die camera. Ah, die camera. Oké. Ah, jammer. Kijk me eens even aan. Kijk me aan, denk ik. Maar je moet naar die mensen lachen. Dan gaan ze ook terug lachen. Dan wordt het makkelijker. Je moet die ijs doorbreken, toch?
Hey, ik zie je lippen niet, man. Misschien wel aan deze kant. Mevrouw, mag ik u weer vragen? Ik ga Oké. Dankjewel. Hé, Boniello, hoor. Kauw, nu moet er een verleiding geven eigenlijk. Nee, we zijn druk aan het werk. Bart is een beetje aan het beven met zijn billen. En dan komen we hier kijkers tegen. Ja toch, wat wil je de kijkers zeggen, Thijs? Hij is zo naar het leven. Hai, love, 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 bro. Hij is zo naar het. Hai, ja toch, rustig, rustig. Geef me een Jezus uit. Jezus uit. Hey boy. Niet daar achter de bus. Vraag het. Komt er iemand? Nou, dat weet ik niet. Je bent een kieskeurig, bro. Hé, hey, is markt. Druk. Oh, mijn god, dat ook nog. Zij is beter, toch? Of niet? Ik wel beter. Ja, toch? Voor jou. Hoe drukker, hoe beter. Meer kans. Dame, mag ik jou een vraag stellen? Mag ik van jou een knuffel voor een roos? Een knuffel? Ja, voor een roos. Ja hoor. Ja? Vandaag is rood. De kleur? Nee, van mijn lippen. Bijna mijn taart. Oh. Mijn excuses. Kale, wat doe je? We gaan die kant komen. Wat voor kan je me laten doen, joh? Wil ik je een plat aangeven met een paling hier? Met een van die palingen daar. Dame, mag ik iets vragen? Mag ik van jou een knuffel? Voor een roos? Ja, gewoon een knuffel. Alleen een knuffel. Okay. Ja, tuurlijk. Ja? Wacht, ja, geef je eerst een roos. Ik ga je wel eerst knuffelen. Okay. Dankjewel. Je lippenstift matcht mooi bij je. Jawel, hè? Want vandaag is rood. De kleur van mij? Liefde, toch? Van mijn lippen, toch? En de kleur van liefde. Ja, dat ook. Dat ook. Dat ook. Jij ook bedankt, hè? Geniet van de dag verder. Ja. Roosje? Wel in ruil van een knuffel. Wel in ruil van een knuffel. Mag dat of niet? Mag dat of niet? Mag dat wel? Oh, nee, daar gaat het niet door. Hij ziet concurrentie, neef. Hij ziet concurrentie. Deze man doet zomaar lang beren. Kieskeurig, Fride, noem maar op. Hij moet nog 3 personen. Als het niet lukt, wordt het een tegenprestatie. Ga je daar, die? Nee. Hey. Hoe is het met? Is goed? Brella. Eerst komen mijn moeder tegen. En dan nu komen Brella tegen. Hè? Familie. Even geen zo. Nee. Hij moet de opdracht uitvoeren. Ik ga Imani zeggen. Hij wilde meer followers. Dus ik had hem meer followers gegeven. Maar wel tegenprestatie toch? Tegenprestatie. Dus dan moet hij een knuffel krijgen van iemand, van een Ams. En dan van een roos. Gaat wel lukken. Hoe lang zijn jullie bezig? We zijn lang bezig. Hij doet lang. Lang bezig. Lang bezig. Hij heeft succes. Hij heeft wel een kwartier. Ja, hij heeft geluk, hoor. Dat heb ik geluk. Hij heeft geluk. Dat heb ik geluk. Iemand wil een foto van hem maken, hij zegt helemaal een knuffel. Dan wat krijgt hij? Pak aan. Echt gaat hij, maar ik ben wel... Je wilt wel wat? Ja, maar... Doe! Ik vind het echt geweldig. Kijk hier. Oh, dank je wel. Vandaag is rood. De kleur van mij? Plak die telly nog eens op. Scherp. Ze is scherp. Ze is scherp. Pak hem weer. Rustig. Alle fijne man. Hey Bart, nu gaat hij sowieso klauwt. Denk dat het weg gaat gaan. Dank je wel. Wil je niet wat eten? Moet je niet wat eten? Ik heb dorst, maar ik zeg eerlijk, ga wel wat halen snel. Ja. Tweede challenge is mislukt. Eigenlijk hoort er een tegenprestatie tegenover. Er is weinig tijd voor. Dus we gaan op naar challenge 3. Creativiteit. Want het is een belopdracht. Je doet alsof je een sollicitatiegesprek hebt. Zeg je, ik kan morgen niet bij die sollicitatiegesprek aanwezig zijn, omdat. En dan ga ik jou inspreken wat je moet zeggen. Oké. Hè? Ja toch, hè? Ja, dus geen stotter, hè? Dat is niet erg, geen Craig man. David, nee, stotter. Man. Hij gaat dus bellen naar Bart Smit. Ja. Of Bakkerij Bart, wat wil je? We doen gewoon Bart Smit. Zegt dat je een sollicitatiegesprek had. Hij moet die persoon een minuut lang, minstens, aan de lijn houden, anders is het mislukt. Is het al eens goedemiddag? Een hele goede middag. Met Bart. Ik spreek met Bart. Ik heb een vraag, joh. Ja. Ja, heeft u eventjes? Ja, ik heb wel eventjes.
Ik heb morgen een sollicitatie bij jullie, maar ik heb helaas een schimmelinfectie bij mijn kruis. Nou, dan zou je naar de dokter toe moeten en dan hoef je niet te solliciteren bij ons. Ja, maar ik heb morgen een sollicitatie staan, zeg maar. Nou, dat is niet bij ons. Jawel, om 2:30. Amsterdam. In Amsterdam. Niet bij ons. Zeer zeker wel. In een andere winkel. Misschien heb je je eigen vergist. Nee, de Intertoy is Amsterdam, toch? Ja, er zitten er nog meer in Amsterdam. Oh, misschien heb ik de verkeerde gepakt dan. Ja, dat denk ik zeker wel. Maar ik weet niet waar ik naartoe kan met de schimmel bij mijn kruis. Ik kan met de schimmelinfectie. Leidseplein. In het Leidseplein was het toch de Intertoys? Ja, dan moet je het daar proberen. Intertoys Leidseplein. Heb ja. ik sollicitatiegesprek? Nou, dan moet je hun bellen. Oké, nou dan wens ik u een fijne dag verder. Hetzelfde. Dag. Dag. 1 minuut 10, broer. Deze challenge is te makkelijk. Is te makkelijk. Is te makkelijk voor jou, man. Nee, is te makkelijk, man. Ik kan freestylen, nee. Je bent een leugenaar, daarom. Hij is een goede leugenaar, daarom. Freestylen, broer. Een hele goede middag. Hi. Hi. Ik had een vraag, ja. Hebben jullie morgen plek rond 2:30? Morgen? Om? 2:30? Nee, wel om 3:50. 3:50. Kan niet iets later? 3:50 of om 4:30. 4:30. 5:30? Om 5:50. Ja, doen we 5:50. Maar ik heb een vraag, ja. Ja. Zetten jullie ook overloopjes? Zetten jullie ook overloopjes? Ja. Ja? Kale overloopjes ook? Ja, dat kan, maar wat voor iets wil je dan? Want ik heb zeg maar een soort van kuifje nu bij mijn schaamhaar. En het is een beetje iets te veel over mijn broek heen. Oh, nou, ik denk dat je even ergens heen moet bellen. Maar jullie zijn toch geen kinkiekapper? Nee. Hey, wat is een minuut, weet je zeker? 59 seconden, man. Laten we maar kijken. Een minuut, precies. Je hebt geluk, precies. Precies, je hebt geluk, man. Ja, maar ja, jawel. Je hebt geluk, man. Waar ga je? Je denkt dat je weg mag. Moet ik nog één? Nee, je bent geslagen, Nice. Ja, man. Gefeliciteerd. Thanks, man. Bro. Ja. Ik ben laten liggen dat in je volgers, hoor. Je hebt 60.000 abonnees en dan volgen maar 300, man. Praat met ze, zou ik zeggen. Hey, hey, waarom moeten ze je volgen, man? Waarom? Maar je moet met professionele foto's komen, toch? Mensen zeggen van, hey. Komen eraan. Ja? Professionele foto's komen eraan. Hou op, hoor. Komt eraan. Pak een visje uit dan. Wat is je Insta? En wie weet? Wat is je Insta? Ik heb het zelf vorige keer. Kijk, moet je nog een keer zeggen, Insta staat hier. Ga je het wel zetten, hoor. Ik ga me erin oppakken. Ik ga het zetten, komt goed. Volgen. Wat moet je doen? Als ze gaan volgen, moet je weer iets gaan doen. Ja, is geen stress. Oké, dan gaan we doen. Kom vooral even met goede suggesties, want ik was een beetje onvoorbereid. Dus als jullie hem gaan volgen, bij elke 100 volgers gaan we weer challenges uitvoeren. En jullie mogen bepalen wat er gaat gebeuren. Yes. Ja toch? Mickey Blue Eyes op je beeldscherm. Hey.